Met jouw skills kun je meer dan je denkt. En om dat te bewijzen, laat Randstad mensen ervaren wat de mogelijkheden zijn met hun skills. En zitten ze, voordat ze het weten, in de Randstad Hijack. Deze keer overvallen we Mitra, 22 jaar en werkzaam als verzorgende in een verpleeghuis. Ze is dus zorgzaam en heeft veel geduld. Ze denkt vandaag alleen langs te komen voor een oriënterend gesprek bij Randstad. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wie jij bent. Mitra heeft vooraf Randstad-tests gemaakt om te weten wat haar skills precies zijn. En op basis van die capaciteiten neemt Lonneke haar direct mee om haar twee verschillende banen te laten ervaren. Hallo. Hey. Je zit al in Randstad Hijack. Maar dat betekent wel dat ik jou meteen nu meeneem. Ja. Welkom in de wereld van plakvingers en paplepels. Hier bij Kindergarten in Rotterdam zijn deze pedagogisch medewerkers dagelijks bezig met de ontwikkeling en verzorging van kinderen. Jij bent in het dagelijks leven ben jij oudere verzorger. Ik denk dat je heel geduldig moet zijn, zorgzaam moet zijn. Zeker. Ik neem je vandaag mee als pedagogisch medewerker voor kinderen. Oh, leuk. Ja. Eerste, die hoor ik al huilen, dus dat zal binnen het gebied. Wat is jouw werk als pedagogisch medewerker voor kinderen? Wat maakt dat zo leuk? Ten eerste is het heel erg het verzorgende wat mij aantrekt. En daarna proberen we ook heel erg hun ontwikkeling te stimuleren. En wat gaat Mitra hier vandaag met jou doen? We hebben hier een warme lunch. Je mag mee helpen die klaarzetten voor de kinderen. Leuk. Dit is mijn collega Nikki. Hi, Mitra. Ik ben Nikki. Ondertussen hebben jullie er volgens mij een soort van nieuwe collega bij vandaag. Ja, ze doet het wel hartstikke goed. Ik ga een slappertje omdoen, ja? Hebben we een aantal mensen heel veel honger hier. Alsjeblieft. Eindelijk, hè? Geef aan mama. Heel mooi. Doei, sterren. Hey, hoe vond je het gaan? Het ging goed. Ik vond het heel fijn dat je heel veel rust had. We kwamen al gelijk naar je toe, dus dat was een vertrouwd gevoel. Ja. En nou, dat zorgzame en dat geduldige, dat komt wel heel duidelijk naar voren. Hey, en ik heb net in de wandelgangen gehoord dat jij serieus een baan aangeboden hebt gekregen, ja, toch? Zeker. Ja. Beter compliment kan je niet krijgen, nee, toch? Wij moeten wel door, want wij gaan naar baan 2 toe. Wil jij zelf ook aan de slag met jouw skills? Ga dan naar randstad.nl/hijack. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De vrijwilligers van de dierenambulance Amsterdam staan dag en nacht klaar voor mens en dier. Deze mensen zijn beestachtig goed. Ik heb een beroep uitgekozen waarbij je nou heel geduldig moet zijn, maar vooral heel erg zorgzaam. Oh, leuk! Ja, dierenambulance. En zijn met Kas en Anouk. Zitten we vandaag op de dienst. We gaan nu een kat ophalen en die gaan we dus terugbrengen naar de eigenaren. We zijn geen dierenartsen, maar dat lactobacillus is een bacterie. Dus wat we nu gaan doen is haar in ieder geval voor de zekerheid even doorspoelen met wat water. Niet ja. Een gezonde, maar een gewonde meeuw. Ah, een gewonde meeuw. Het lijkt gewoon totaal verzwakt om hem naar de vogelopvang brengen. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. De eend bijt niet. De eend bijt niet. Kijk, zijn hoofd hangt. Ja, goed zo. Het is zijn hoofd niet stoot tegen de... Ja, goed gedaan. Goed gedaan. Dankjewel. Zeker. Dat is ook een hartstikke enge eend. Ja. Eerst de eend. Nou, laten we hopen dat onze eend hier daar ook over ons zwemt. Ja, was meteen ook het laatste ritje. Wat vond jij van de dierenambulance? Ja, ik vond het echt leuk. Het was heel anders. Ik had niet verwacht dat het zo zou zijn. Het was echt, ja. Je hebt, vanochtend heb jij met kinderen gewerkt. Ja. Nou, nu heb je met dieren gewerkt. En waar ligt je voorkeur? Ik zou toch kinderen kiezen. Ja? Ja, ik vind kinderen heel leuk. Leuk hoe ze van 0 tot 4 echt ontwikkelen. Nee, ik vind dat je het supergoed hebt gedaan. Je hebt laten zien dat je heel erg zorgzaam bent. Eindeloos veel geduld hebt, vooral met die kinderen. Ja. Goed gedaan. Dankjewel. Dit was de Randstad Hijack van Mitra. Zorg nou dat je de volgende aflevering niet mist. Dus meld je aan op het YouTube-kanaal en zie ik je daar snel.